In Friesland had ze even reist. Al is die relatief en blote drok in haar rollen. De 34 jarige Sahira Lineke Maus bekomt veilig bij haar heette Mem van de hectiek, die ze veroorzaakt had in Brazilië. De choreografe had daar op de nationale televisie verteld hoe seksueel misbruik door de verneemde spirituele genezer Xiao Teixeira de Faria. I heard about him in um, May 2014. Uit, uh... De noemer van ik ga je hele maar voor me staan, um, ik ga je chakra's genezen. En uh, ja, er zijn hele rare dingen gebeurd. Het puur al het oer te hebben, dat loeit al heel erg aan de oppervlakte. Dus ja, nee, de details ging ik net meer vertellen, want het is echt dus letterlijk te vinden op elk artikel. En mijn uh, Facebook-verhaal die ik toen heb, die en ja, daar stiet het al een keer de geuren en kleuren in, in principe. Dus ja, daar, dat is echt wel wat te lastig. <laughs> De impact van haar verhaal is groot. Meer dan 400 vrouwen hebben in Tusken melding van misbruik. Zahira had je bij de politie van São Paulo. In Tusken is de guru opgepakt, de man die ze eerst vertrouwde, en die ze zelfs hoop bij sessies, riep op de siennes. Ik heb al seksuele traumas maken En um, ja, daar wil ik heen om, om, om hulp. Maar uiteindelijk is dat er. Uh, uit, uit, uh... Uitron op uh, misbruikt worden daar weer. Dus eigenlijk is het trauma alleen nog maar erger geworden. De guru neemt hemzelf Jan van God, maar er is neefje Sahira een monster? Uh, het is een uh, best wel lange man. Hij is uh, best wel gezet, wat kalend, maar ik wil ja, een beetje hier zit op alle hele, hele grutte hier hetter. En uh, hij rolt vaak maar in eigen, als je als dat eigen weet, alsof er dus van alles gebeurt. Ik zeg nou, het is een monster, omdat ik uh, in kan dat, uh, nou neem eens ik dat word, uh, modus operandi. Het is echt systematisch misbruik wat er gebeurt.